Hoi, mijn naam is Antoinette en in deze vlogserie neem ik jullie mee over het Veluwe Zwerfpad. Veel kijkplezier! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn vlog. Ik sta momenteel in Lunteren, ben net bij het station aangekomen en ik ga vandaag wandelen tot aan Otterlo. Ik loop vandaag met een iets grotere rugzak dan normaal, vooral iets zwaarder, want ik heb mijn overnachtingsspullen bij me. Ik ga vanavond namelijk in een tiny house in Otterlo overnachten en dan morgen weer verder. De route die ik morgen loop weet ik nog niet. Laat ik even van afhangen waar ik zin in heb, wat het weer doet. Maar ik heb er heel veel zin in om even lekker een nachtje in de natuur te slapen. Daarboven op de berg, daar in de verte, ligt het geografische middelpunt van Nederland. Dus daar ga ik eens even een kijkje nemen. En hier zie je weer een van de voormalige Celtic Fields, die als het goed is, als je hem hebt gekeken 2 weken geleden op de vlog, ook hebt gezien. Het zonnetje schijnt, geen wolkje aan de lucht. Echt heerlijk voorjaarswandelweer wat mij betreft. Ik ben nu bij de Germaanse Put aangekomen, een zogenaamde watervoorziening van de Celtic Field waar ik nu in sta. En deze is ongeveer 2300 jaar oud en eind 20e eeuw blootgelegd. Dus ik ga eens even kijken hoe het er van dichtbij uitziet. Oh, nou dat is niet heel bijzonder. Weer terug bij het Wekeromse Zand en weer door een draaihek. Vorige week liep ik hier aan de zuidelijke kant langs en vandaag loop ik de noordelijke kant van het Wekeromse Zand. Kijk nou, wat een mooi plekje hier achter mij. Lijkt bijna on-Nederlands met die weerkaatsing zo. Ik denk dat het een drinkplekje is. Of een drinkpoel voor de moeflons en het wild. Ik zag hier net al even een hertje voorbij schieten. Maar helaas was ik te laat om te filmen. En ik hoop eigenlijk dat ik de kudde moeflons nog tegenkom zometeen. Er zijn in ieder geval bijna geen andere mensen. En dat is wel echt super fijn. Vandaag in mijn lunchpakket een aantal krentenbollen, een notenmix en een mueslireep. Lekker simpel, net gekocht bij de Albert Heijn. Het is ook allemaal kleine heuveltjes in het bos aan de linkerkant van het Wekeromse Zand. Super mooi is het hier. Oh,
awesome. Ik ben echt gewoon compleet verdwaald hier op het Wekeromse Zand. Het grappige is dat, aan het begin van de wandeling, net nadat ik bij het station was afgezet, al een meneer tegenkwam. En die zei, kijk uit bij het Wekeromse Zand, staat niet goed aangegeven. En ik dacht, nou, met het boekje erbij en mijn telefoon moet het vast lukken. Maar ik ben echt compleet de verkeerde kant op gelopen. Dus ik ga nu op zoek naar het terugvinden van het juiste pad. Nou, vergeet maar wat ik net heb gezegd over dat er geen andere mensen zijn. Ik kwam net aan de andere kant van het Wekeromse Zand uit. En daar is schijnbaar iets van een parkeerplaats of zo. Want er waren echt wel, nou, als ik niet lieg, 25 gezinnen met kinderen aan het recreëren. Dus ik heb het zand gelaten voor wat het was. En ik ben lekker weer het bos ingedoken. En ik ga op zoek naar mijn eigen pad. Oké, dan gaan we dat maar doen dus. Ik ben dus weer een heel stuk verkeerd gelopen, want er is een recreatiepark gebouwd waar de route niet aangegeven stond. En ik ben de verkeerde kant op gelopen. Maar het geeft niet, ik heb de markering weer gevonden. Mijn accommodatie voor vanavond ligt dus eigenlijk 3 kilometer voor Otterlo. En als ik nog door zou lopen tot aan Otterlo, zou ik nu eerst 3 kilometer moeten lopen en dan via een andere weg weer 3 kilometer naar mijn accommodatie. Dus ik denk dat ik het voor gezien ga houden vandaag. Het laatste deel van de route wat ik nu nog moet is nog 2,5 kilometer. Ziet er niet echt heel boeiend uit op de kaart. Dus ik denk dat ik de shortcut ga nemen. Lekker naar mijn accommodatie ga. In de hangmat of zo ga liggen. En dan morgen weer verder loop naar Otterlo. Ik denk ook wel dat het een goede keuze is dat ik niet verder loop vandaag. Want ik heb volgens mij een enorme blaar gelopen. Op een plekje waar ik eigenlijk altijd wel heel snel last van heb. Dus beentjes omhoog zo meteen iets lekkers te eten bestellen. En morgen weer een nieuwe dag. Dit is waar ik overnacht vanavond. In een tiny house van Bed & Breakfast De Kleine Pool. En dit is super chill. De tuin die ik tot mijn beschikking heb. Dit is de veranda. Zoals je ziet staat mijn rugzak al klaar. Ik heb vandaag 16 kilometer gewandeld. En ik zal jullie even meenemen naar binnen. Hier zie je al mijn slaapkamer. Daar is de eethoek. Een klein keukentje. De deur daarachter is de badkamer. En daarboven kunnen zelfs ook nog 2 mensen slapen. Ik ben ook dicht daarbij hoor. We doen meestal echt niets als we in ons raam zijn. Dus je kunt er echt. Bizar dit. Echt heel bijzonder om dit zo mee te maken. Ik was een beetje lui. Ik had geen zin om zelf te koken. Dus ik heb sushi besteld. Daar. En lekker een Japans biertje. Ik zeg proost. Hele fijne avond. Dankjewel voor het kijken. En graag weer tot de volgende keer.